grauw uit. Ja, het is ook grauw, maar het is wel heel lekker warm. We hebben net eventjes buiten gewandeld met Rio en Kimchi. En we zijn dus nu de auto ingestapt. En we gaan Korean barbecue, zoals we net al zeiden. En het is dus vandaag al donderdag. En ik heb dus 3 dagen niet gefilmd. Punt 1, omdat ik heel erg ongesteld was. En er gewoon geen zin in had. En dus ook geen zin had om dingen te doen. Ik ben heel druk bezig geweest met mijn projectje. Dus veel thuis op de laptop. En ja, ik heb wel gewoon heel erg zin om dit lange weekend allemaal super leuke dingen te doen. Ik hoop dat het zonnig wordt. En Vicky en ik hebben vorige week echt super veel leuke tentjes ontmoet. Eén daarvan heet Tomato Street. En dat is wel alleen maar echt leuk, denk ik, om zonder de kinderen niet te doen. In de deur zit, Vicky. Dus misschien dat we nog eventjes dit weekend Annie kunnen vragen. Zeker. Verder hadden we een heel leuk tentje ontdekt. Het heette Café Cozy. Café Cozy? Ja, Café Cozy. En hadden ze alles met kokos. Yeah. Ik heb het niet gefilmd, maar ik ga er zeker nog doorheen. Het is bij het strand. Het is allemaal koffie met kokos en allemaal hele lekkere dingen hadden ze. En we hadden dus nog een paar leuke tentjes ontdekt. Dus ja, dat ga ik jullie nog wel even dit weekend laten zien. Eén van de tentjes, dat beloof ik. Verder speel je nog een wedstrijd? Ja, uit? Dave heeft gisteren gelijk gespeeld tegen Jongbok. En Jongbok staat bovenaan. Dus ze hadden eigenlijk voor de beste uitslag moeten winnen. Maar gelijk was ook oké, toch? Nee, het is niet oké. Okay. Ze speelde thuis, dus ze moesten gewoon winnen. Ja, jullie moesten winnen. Maar ja, het had erg gekund. En dat is dus als je verloren had. Rio? Heb je een beetje honger? Ja? Oh. Rio, wat gaan we eten? Bel even die speen uit. Kom op. Nee. Mama boos wordt op jou? Doe uit. Zo kan je toch niet eten ook? Nee. Nee. Oh ja, en dat was ook de afgelopen dagen heeft Rio denk ik heel erg last gehad van zijn kiezen. En dat is ook misschien waarom hij zo slecht heeft geslapen de laatste tijd. En misschien zo opstandig was. En dus de hele tijd die speen in wil. Ik heb van Natasha een soort van drankje gekregen wat goed is tegen de pijn. Dus, en daar doet hij het eigenlijk best wel goed op. Rio heeft eventjes wat zomerkleding nodig, want het begint echt mooi weer te worden. Ik heb nog wel wat jurkjes van vorig jaar, maar Rio past natuurlijk niks meer. En hij loopt vandaag de hele dag gewoon in een Ajax tenue, wat hij van mijn ouders heeft gekregen. Dus het wordt tijd voor nieuwe spulletjes. Ajax. Ga je dat zeggen? Ajax? Ajax. 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 Lijkt erop. Dit was onze Favo Korean barbecue. Maar Dave zei, ga nog even checken, want... Maar het ziet eruit alsof er hier al heel lang geen mensen zijn geweest. Zie ik allemaal tickets en dingen. En ja, we kunnen dit dus niet lezen. Maar ja, schuin tegenover zit dus waar we met Natasha en Jason wel eens zijn geweest. Het ziet er aan de buitenkant mooier uit, maar ik vind het persoonlijk iets minder lekker. Maar het is wel oké. Okay. Schoenen uit. Hey, ga naar mama. Even de kussentjes. Dat is leuk. Moet nog aan het werk ook. Huh? Moet nog aan het werk ook. Mijn kussentjes neerleggen. Zo. Yay. Zo. Ja, Mondi. Chef Dave in the house. Mr. Barbecue. Yeah. Moet toegeven, het is niet slecht hier.
Rio, zit je ook wel een beetje te eten of niet? Ja, dat is een beetje. Een beetje in mijn fles. Yummy. Goedemorgen. Ik ben deze week echt super slecht aan het filmen en ik heb geen excuses meer. Behalve dat ik hem gisteren wilde pakken en dat hij toen leeg was op het moment dat we iets gingen doen. Vandaag gaan we naar Ulsan Grand Park met de auto. En de mannen zijn 2 dagen weg, want die spelen een uitwedstrijd. Dus ik ga met Vicky en Carlo en Rio dus naar het Grand Park. En daar heb ik heel veel zin in. Het weer ziet er echt super veelbelovend uit. Ja. Dus dat gaan we doen. De veranda en het is helemaal verbouwd, super leuk. En ik zat hier in de zomer altijd heel erg graag, maar ik ben er nu al een tijdje niet geweest. Maar het is echt, zoals je ziet, echt super cute. En ik heb net French toast besteld en Vicky en salade. En we zitten helemaal gezellig hier. Hier is wel een beetje moe, dus ik hoop dat hij het volhoudt. Ik had voor hem wat bij Dunkin' Donuts meegenomen. Maar kijk, hij is mooi. Hey, Murio. Kan je leiden? Ja. Goedemiddag is het. Nou, de mannen zijn dus al 2 dagen weg. En we zijn gisteren de hele dag naar Ulsan Grand Park geweest. Zoals jullie hadden gezien, lekker geluncht. Ik ga even de tv's achter zetten. Nee, dus dat was super gezellig. Wel heel warm. Het wordt hier echt ineens mega heet. Zit jij me gek aan te kijken? Ja. Ja. Vind je het grappig? En eigenlijk wilden we vandaag naar de andere kant gaan van Ulsan Grand Park. Maar Vicky had een leuk idee, want maandag zijn de jongens vrij. Wachten tot ze terug zijn en dan samen gaan. Want er schijnt dus een pretpark in te zitten. Een Rose Garden, Butterfly Park. Ja, schat. Oh, je geeft eventjes alles wat ik nodig heb. Nou, dankjewel. Dank je. Dank je wel, wat lief. Wat een lieve jongen ben jij. Ja. Ja, kimchi. Nou ja, en geloof het of niet. Ik wilde vandaag naar de Nobrand gaan, die was dicht. En toen had ik besloten om het hele huis gewoon lekker schoon te maken. Dus alle ramen open, stofzuigen, dweilen. Gewoon zo'n dag alleen maar poetsen. En ik heb er echt een hekel aan. Maar het is hier dus weer helemaal schoon. En toen ging Rio net even alle chips op de grond gooien. Ja, dat deed jij. Ja. Ja. En dat mag jij niet doen? No. No. En dan zeg je sorry mama. Mama. Ja. Dus dat hebben we net nog even opgeruimd. En als het goed is komt Vicky hier zo heen, want we gaan de wedstrijd bekijken. En ik hoop echt dat ze winnen. Afgelopen wedstrijd was gelijk. Dus deze zou echt wel moeten winnen. En dan zijn ze misschien wel 2 dagen vrij. Dat geeft ons weer de ruimte om ergens naartoe te gaan. Iets leuks. En Korea te verkennen. Haar is het wel een beetje komisch. Ik heb al die babyhaartjes die aan het groeien zijn. Maar goed, dat doet er niet toe. Ja, dus Vicky komt zo weer heen. We gaan de wedstrijd kijken. En ik zal weer een kaasplankje maken om het een beetje gezellig te maken. En het is dus nog vroeg, ze spelen vroeg vandaag. Dus misschien dat we daarna nog wel eventjes naar beneden gaan. De winkeltjes hier verkennen. En dan zijn de jongens denk ik rond 9 uur vanavond thuis. Dus dat is ook wel weer fijn als Dave thuis komt. Hé, komt papa vanavond thuis? Papa. Ja, komt hij vanavond? Papa. Waar is hij? Papa. Ik ga Rio even uit mijn slaapkamer halen, want die doet tegenwoordig al mijn make-up op wat dan rondslingert op de kaptafel. Rio, doe de deur maar dicht. Goed zo. Kom. Even tijd trekken.
Ja, heel goed. Ja, moet mama die even op slot doen? Deze locks zijn nog steeds de beste uitvinding ever. Zo. Zo, goed hè? En weet je wie komt? Carlo! Waar is Carlo? Waar is die? Hey, die komt er zo aan, schat. Soms lijkt het of Ria uit Denemarken komt of zo. Ik weet het niet, maar het is gewoon niet te verstaan. Nee. Heeft Carlo al een kusje gehad? Ja. Rio. Heeft hij al een kusje gehad? Heeft hij maar een kusje. Krijgt hij geen kusje? Toch nog spannend. En nu wil hij het put it in again. Super! Goed hoor. Can you give him his tummy? Goed zo. Wauw. Dat je saw his face. Wow. Wow. Bravo. Mama is trots op jou. Rio, doe maar dippy dip. Yummy. Niet echt, hè? He wants to like it because we like it. Niet lekker de mosterd? Ja. Jawel? Nou, dit is kort. Ja. Oh? Oh, dit is kort, ja. Bal. De bal, ja. Oh, not. Baba. Goedemorgen. Ik ben heel erg snel opgeschoten en onder de douche gegaan, want ik dacht eerst ik ga gewoon in mijn pyjama, maar ik ga semi in mijn pyjama. Het voelt toch altijd lekker als het fris is. Ik ga dus nu met Vicky naar Home Plus met de auto en we laten de kids even bij de mannen. Volgens mij heb ik dat nog nooit gedaan. Ik ben ooit één keer met Natasja naar Costco geweest zonder de kinderen. Dat ik Rio bij Dave had gelaten, maar ik heb echt al zo lang niet in mijn eentje boodschap gedaan. Oh shit. Dus we gaan nu even snel met z'n tweeën. En we gaan vandaag, omdat de mannen vrij zijn, naar Ulsan Grand Park. We zitten inmiddels in de auto onderweg naar Home Plus. We're very happy and excited to go without the kids. Sorry. And take a lot of stuff. Dus we gaan even een picknickkleed halen. Stoeltjes voor in het park. En wat lekkere dingetjes. Dus heel chill om het zonder de kinderen te doen. En dat je gewoon een grote wagen kan pakken in plaats van je kinderwagen. Maar dat is ook gewoon een dingetje waarom je iedere dag boodschappen moet doen. Want je kan gewoon niet te veel dingen meenemen als je lopend gaat met de kinderwagen. Dus ja. Dat gaan we doen. Nou, we kunnen dus niet beslissen. Oh, hier is mijn bril. Ik zocht mijn bril, oh. Sorry. I was looking for my glasses. Hey, we kunnen niet beslissen wat voor campingstoel we nemen. Want we moeten er natuurlijk mee slepen. En het moet ook een beetje comfy zitten. Ja, yeah, I think it's the same. Yes. And it's pretty comfy too. It's heavy. I don't know why they are so heavy. Wait, maybe. Oh, it's not light. No. Maybe this one, it looks less comfy, but it's also not very light. Oh. This is also very heavy. They don't have like very, you know, like only folding chairs. Yeah. Maybe they have it at Modern Home, but I'm not sure. At Modern Home? Yes. But then we have to go back again. If they don't. Yes. Yeah, but do you need groceries? Hey, this cooling bag is also not so ugly and nice. Or even nicer than this one, huh? I think so, yeah. But this one is so flat. Yeah, okay.
just do what's handy. Oh, is it the same as this one? Because this one also looks... I cannot even find it. Ah, oh, here it is. Today I go for the ugly stuff. No, I don't care. So and we need the family barbecue. Look, oh, yes. This is like handy. Yes, very handy. Dave will love this. But we have a tent now, we have the mats now. Yeah, so we still need the chairs. Look, this doesn't look heavy, look. But... big, huh? Yeah. Yeah, maybe. Yeah. Oh, forget it. Yeah, it's too heavy. We have enough stuff for the picnic, at least. We hadden dus eerst een karretje en toen kwam net heel lief iemand een muntje brengen. Oh, I think it's the other way. En nu hebben we dus wel een kar, wat dus wel fijn is met al die spullen, want ik liep net met twee campingstoelen onder mijn arm en al die boodschappen. En ik dacht, als ik dat nog helemaal omhoog in een garage moet brengen, dan ga ik kapot. Maar goed, op deze manier moet het wel lukken. Zijn we klaar voor de picknick? Echt wel. Ik ga nog even de band pakken. En ja, dan kunnen we er denk ik tegenaan. Ben jij klaar voor de picknick, schat? Ik hoop het met die hondjes. Picnic area, forest trail, pool. I'm okay with everything. Me as well. But is there something straight? Yeah. Or not much? Only the flowers? The flowers. And then it's finished. Wat wil jij, schat? Ik vond niet dat zo leuk. Yeah, but for the flowers? Oh, I'm dying anyway, shall we go? De zoo is dus dicht. Ik weet niet of dat komt door corona of dat hij gewoon failliet is. I don't know. Dus we gaan nu naar de Flower Gardens. What? En ik ben heel erg benieuwd of het wat is. Of dat het een beetje suf is. Maar we zijn in ieder geval lekker buiten. Het is mooi weer. Dave is very frustrated. Hé, schat? Mooi! Het ziet er wel leuk uit voor kinderen, hè? Ook voor die kids van Natasha en Jason is het leuk. Ja, ik denk dat het ook leuk is voor Destin en Eva. Wow, Rio! De zoo is dus dicht op maandag. Morgen gaat hij open en de Rose Garden ook. Dus we gaan nu kijken of er wel iets open is. De Butterfly Garden was ook dicht. Dus ik denk dat ze de maandag gebruiken om hier alles een beetje te bij te snoeien en harken. Dus ja, beter op een andere dag. Maar meestal zijn ze op maandag vrij. Dus ja, dan houdt het natuurlijk open. Maar goed, het is mooi weer en... ik heb Prosecco meegenomen en wat biertjes voor de mannen. En wat frisdrank en wat chipjes. Dus misschien dat we gewoon even ergens lekker in het zonnetje kunnen zitten. Wow, Rio! Mama! Ja, gaan! Dat was voor deze week. Het was niet een hele drukke week. En vooral niet met vloggen voor mij. Maar ik hoop dat jullie het ondanks alles... toch leuk vonden en dat ik jullie volgende week weer zie. Doeg!